Goedemorgen, welkom bij deze marketupdate van BNP Paribas. Eén ding is zeker, de beurs is niet saai momenteel. Wederom vlogen de koersen alle kanten op, maar voornamelijk omhoog. De Dow Jones en S&P 500 trokken 1,5% aan, de Nasdaq zelfs ruim 2%. Tesla was in de VS de grote blikvanger met wederom een intraday high van plus 20%. Concurrent Ford verloor juist 1,7 miljard in het laatste kwartaal en dook 11% lager naar beurs. De prijs van een vat WTI daalde tot onder de $50 na meevallende voorraadcijfers. En verder weer veel bedrijfscijfers. Gilead Sciences kon niet aan de verwachtingen voldoen en daalde licht. Snap viel tegen en leverde 11% in. President Trump gaf zijn State of the Union en hamerde op de fantastische staat van de economie. Diverse democratische senatoren bleven uit protest weg. De inkoopmensenindexcijfers uit China liet een daling zien over januari en de impact van het coronavirus zal ook nog eens hard aankomen. De Nikkei liep desondanks 1% op dankzij een zwakkere yen. Plusjes waren er uiteindelijk ook voor de Chinese markten en de Kospi-index. Futures in Amsterdam duiden juist op een iets lagere opening. TomTom voldoet vanmorgen aan de verwachtingen en gaat eigen aandelen inkopen. Het netto verlies was weliswaar licht hoger dan gedacht, 69 miljoen, maar dat gold ook voor de vrije kasstroom. De outlook is positief, maar de verwachting voor die vrije kasstroom is mogelijk wat voorzichtig ten opzichte van 2019. En Aprem kon mede door een eenmalige baten beter presteren ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal, maar ook hier werd een sterke vrije kasstroom gegenereerd. Men wil dan ook 1,75 aan dividend uitkeren en voor 100 miljoen aandelen in gaan kopen. Verder is de uitstaande schuld, mede door seizoensinvloeden, fors afgebouwd. Siemens behaalde ten opzichte van de verwachtingen een hogere netto winst, maar de omzet viel juist tegen. Ook zag men de marge dalen van ruim 10 tot net boven de 7%. Toch voorziet men voor 2020 weer een stijgende lijn. En op de agenda vandaag diverse inkoopmensenindexcijfers voor de dienstensector, detailhandelsverkopen uit de EU en belangrijk om 14:15 ADP-banencijfers uit de VS. Bij de analisten Jefferies volgt koersdoel Randstad naar 43, maar handhaaft een underperform advies. Alle analisten komen met koopadviezen voor Alphabet en Société Générale zet Koninklijke Olie op kopen met een koersdoel van 30. Kepler Chevreux zet AkzoNobel op verkopen met een koersdoel van €70. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.